Ik ben dokter Karim, plastisch chirurg in Kliniek Amstelveen. En met 5 andere plastisch chirurgen voeren wij hier de operaties uit. En op dit ogenblik lijken we steeds meer gespecialiseerd te worden in borstchirurgie. Als je in oogenschouw neemt dat in Nederland ongeveer tussen de 7.000 en de 8.000 borstvergrotingen worden gedaan, doen wij er ongeveer 1.000 daarvan. Dus je kunt zeggen dat hier wel kennis en kunde in huis is. Ik kom hier voor een borstvergroting. Ik wil dat al mijn hele leven eigenlijk. Ik vind mijn verhoudingen niet kloppen. En na de zwangerschap is het toch ietsje minder geworden nog. En daarom heb ik het besloten om het nu te laten doen. Tijdens de eerste consult wordt eigenlijk het eerst geëxploreerd of onderzocht waarom een vrouw een borstvergroting wil. Want dat is toch wel heel belangrijk. Zoals samen met je proberen na te denken en proberen de wensen die je hebt in kaart te brengen en te vertalen naar de chirurgische mogelijkheden, dat het bij jou past. Maar we zullen zo eerlijk zijn dat als we denken dat wat jij wilt bereiken niet haalbaar is, zullen we dat niet voor je doen. We gaan naar kamer 2. Daarna zijn er een paar dingen dat je echt moet weten. Er zijn een paar ziektebeelden waarvan we nog niet met elkaar eens zijn of het nou wel of niet gerelateerd is aan een borstvergroting en of de risico's daardoor toenemen, maar zijn heel belangrijk. De ene is het ASIA-syndroom, dat je een soort allergische reactie hebt op je borstprothese en daar ziek van wordt. Dus uiteindelijk is het een reuma-achtige ziektebeeld en het geneest alleen als de prothese eruit gaat. Komt niet veel voor en we zijn er ook niet over eens in de wereldliteratuur dat het samenhangt met een borstvergroting, maar het kan. Het andere is, er is een vorm van lymfeklierkanker, de ALCL, wat blijkt tegenwoordig dat het vaker kan voorkomen bij een borstvergroting. Het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar wel iets om te weten. 1 op de miljoen, 1 op de 3 miljoen vrouwen kan dat krijgen. Oké, een borstvergroting doen we met protheses. En die protheses zijn van siliconen, kijk maar hier, en een siliconen binnenkant. Je mag eraan zitten, je mag erin knijpen, doe maar wat je wilt. En je ziet dat er verschillende vormen in zijn. Je hebt ronde protheses, hoge en lage ronde. En je hebt anatomische prothese. Anatomische prothese houdt in dat hij al een bepaald vorm heeft. Dus dat zijn de mogelijkheden qua protheses. Oké. De plaats van de prothese, dat is altijd kijken naar iemand, van wat past bij jou. Normaal zou een prothese voor je borstspier moeten zijn, want je eigen borst is ook voor je borstspier. Dat geeft vaak een mooi resultaat. Maar soms kan het niet, omdat je dan net te weinig bedekking hebt. Vaak als je zwanger bent geweest aan de bovenkant, is dat dan te weinig bedekking en dan kan je de prothese daar niet plaatsen. Dus daar gaan we naar kijken. Het andere is dual plane. Dual plane is half achter de spier. Dat is je borstspier, die loopt zo. Dus aan de bovenkant, aan de binnenkant, zit het achter de spier. Onderkant, zijkant niet. Hier ga je de prothese altijd voelen, hier niet. Denk je, waarom doe je dat niet altijd? Het is niet altijd nodig. En wat een nadeel is, dat het iets meer naar buiten drukt. En als je heel veel sport, dan zit het niet lekker. En het beweegt mee met allerlei dingen wat je doet. Dus dan moet je weer, het heeft zijn voor- en nadelen. Dus elke locatie heeft zijn voordeel en nadeel. En we gaan kijken wat bij jou past. Ja. En je moet beseffen dat de prothese nooit voor altijd is. Als het nog met 20 jaar meegaat, heb je geluk gehad. Want je lichaam verandert en een prothese niet. Ja? Ja. Dan iets over complicaties. Er zijn natuurlijk 2 typen complicaties als je geopereerd wordt. Korte termijn en lange termijn. Korte termijn complicaties is een bloeding, een infectie, een litteken die in het begin vurig en rood kan worden. Pijn zul je zeker hebben. Het gevoel in de tepel verandert, kan meer of minder worden en dan weer terugkomen helemaal niet. En links-rechts kan niet altijd even gelijk worden. Kan allemaal. Moet je weten. Lange termijn complicaties is dat. Een van de dingen is dat de prothese wordt, om de prothese wordt een kapsel gemaakt. Om het op zijn plek te houden. Die kapsel kan soms zo hard als een tennisbal worden. En dan zie je dat vervormt je lichaam, vervormt je borst. En dan ziet het er heel raar uit. Is pijnlijk. En ongeveer 3 tot 5% van de vrouwen gaat dat krijgen. Dus die risico loop je. Het andere wat je altijd zou meemaken is rimpeling. Voel maar. Je ziet dat het rimpelt. Ja. En dat gebeurt altijd, maar hoe langer de prothese in, zo ouder je wordt, wordt je huid dunner, zakt wat uit, dan ga je de rimpeling veel beter voelen. De rimpeling zie je minder als het half achter de spier is, dual plane. En dan zie je het alleen aan de onderkant en de zijkant. En als het aan de voorkant is, dan zie je het overal. Okay. Als je uiteindelijk kiest voor de operatie, dan is de vraag, hoe ga je de prothese inbrengen?
De meest gebruikelijke manier van een borstvergroting gebruikt in de borstplooi. Er wordt een sneetje gemaakt in de borstplooi van ongeveer tussen de 6 en de 8 centimeter en wordt er ruimte gemaakt om de prothese in te brengen. Het is ook mogelijk om via de oksel de prothese in te brengen. Ja, heeft dat nog wat gevolgen voor het herstel? Als je hem in De herstel maakt niet zoveel uit, maar het is alleen iets ingewikkelder via de oksel en soms ook wat duurder, omdat we andere technieken moeten gebruiken. Maar goed, we gaan kijken. Meestal doe het gewoon aan de onderkant met een mooi sneetje. Okay. Nou, als je dan zover bent, gaan we dan zo samen even kijken. En dan gaan we meten en dan kan ik je vertellen of het dan voor of achter de borstspier moet. Of half achter de dual plane. En we gaan daarna de prothese kiezen. Oké. Het lichamelijk onderzoek is, je kijkt naar de vrouw. Je moet natuurlijk bepaalde dingen meten. Is er genoeg weefsel om goed te bedekken? Moet het voor of achter de spier? Of de borst hangt? Als een borst te veel hangt, dan is een borstvergroting niet voldoende. Dan zal je het moeten combineren met een borstlift. Dus het is niet zo dat bij elke borst een borstvergroting kan. Soms is dat wel een domper voor de cliënt of patiënt dat je dat moet mededelen. Maar voor een goed resultaat, dat zijn de technische beperkingen. Voor een goed resultaat moet je eerlijk zijn en met je cliënt of patiënt in discussie gaan. Wat is haalbaar? Wat je meet is de afstand tussen je borstbeen en je tepel. De afstand van je tepel naar je borstplooi. En de afstand van je binnenzijde van je borst naar de buitenzijde. Dat zijn belangrijke afmetingen. En daarin kun je een berekening op loslaten, waardoor je ongeveer de volume kunt bepalen. Wat je moet beseffen, dat bij elke 150 cc wat wij toevoegen aan een borst, ga je grosso modo één maatje omhoog qua BH-maat. Wat we nu gaan doen is kistelix. Dat is een soort 3D-achtige opname om te kijken wat het gaat worden. Ik ga wat dingen uitrekenen. Kistelix is een hulpmiddel waarin er een foto wordt gemaakt van de borst van de vrouw om jou als patiënt of als kind te laten zien ongeveer wat het kan worden. Ik vind dat een prettiger middel dan protheses plaatsen voor je borst in een BH, omdat daar kun je alles plaatsen. En bij de chrysalis kun je een klein beetje rekening houden met de technische beperkingen. En dat is voor ons dan prettig om op die manier een idee te geven wat mogelijk is. Astrid, ik heb net gemeten. Martine heeft een 3D-simulatie gemaakt. Dus dit is een plaatje van jouw borst. En ik heb met de metingen kom ik op een paar maten. Ten eerste wil ik bij jou niet een hele platte ronde gebruiken, omdat je niet al te breed bent. Maar wat bolle ronde kan je wat meer bolling geven. Dit is de prothese die we voor je uitgezocht hebben. Een bolle prothese, high profile, omdat je niet al te breed bent, met een mooie vulling. Dit is ongeveer 250 cc. Dit is wat je erbij gaat krijgen. En dan kan je daarop zien. Voel maar even. Dit zijn de borsten voor de vergroting. En dit kan het wellicht worden na de vergroting. Wat vind je van deze grootte? Ja, prachtig. Helemaal goed. Het is niet te groot, hè? Als het ongeveer zo wordt, dan heb ik daar ontzettend gelukkig van. Martine neemt je mee. Die gaat verder met je hierover praten. En als je wilt geopereerd worden met de anesthesieformulieren, alles regelen. Elke operatie heeft rust nodig. Dus één, je moet je agenda leegmaken. Omdat je minimaal 2 weken hebt om bij te komen. En achter de borstspier zeker 4 weken. Je moet zorgen dat thuis, als je kinderen hebt, dat die opgevangen zijn. Minimaal 6 weken van tevoren stoppen met roken, gezond leven en ook daarna tijd voor uittrekken om te genezen. Je lichaam heeft rust nodig. En als je dat niet doet, kunnen er makkelijke complicaties ontstaan. Nou, de bloeddruk is prima. De dag van de operatie kom je ongeveer een half uur voor de operatie bij ons binnen. Moet je even omkleden. En dan zie je onze anesthesioloog nog even en de dokter samen. Dan ga je de operatiekamer op en dan zal onze anesthesioloog de narcose toedienen.
duurt de operatie ongeveer een uur en daarna word je wakker op de uitslaapkamer. Moet je even iets eten, drinken en als je je goed voelt en alles gaat goed, mag je eigenlijk daarna vrij snel naar huis. Het is belangrijk dat er iemand met je meekomt, want je mag die dag niet alleen naar huis. Ja. Heb je verder nog vragen? Zijn er nog dingen onduidelijk? Je krijgt ook ons telefoonnummer mee. En als er dan iets is, dan houden we gewoon een hele korte lijn. Wij zijn er voor de mensen. Wij luisteren naar mensen. We kijken naar de mensen. We proberen hun niet iets te verkopen, maar hun bij te staan in een keuze dat ze willen maken. En in principe ga ik er ook vanuit dat mensen ook meerdere plekken vaak bezoeken. En dat ze ook de vrijheid hebben om dat te doen. En uiteindelijk, als ze een keuze maken, moeten ze dat doen omdat ze bij ons prettig voelen en het idee hebben dat ze hier goed geholpen worden. Ik heb uiteraard gegoogeld naar allerlei klinieken en Amstelveen kwam er heel goed uit. Ik heb er ook een fijn gevoel bij. Ik denk vooral dat ik er meer zelfvertrouwen van krijg. Daar ontbreekt het af en toe wel aan zelfvertrouwen. Ik hoop dat ik me wat fijner voel door mijn eigen lichaam. Met mijn eigen lichaam eigenlijk.